D. Dat betekent dat wij, als het goed is, Reds achter hebben. Dat klopt. Deze zijn oude D-stocks, die zijn net in dienst, ja. En als het goed is, ziet Stefan al dat hier wat anders aan is. En ook hier aan. Ja, je hoeft niet naar mij te kijken zo. Deze bevat inderdaad een mod, zeg maar, die de echte livery op heeft. Dus niet dat, dat ronde, maar het echte hoekje en de deuren en alles. Ik ben benieuwd of we Stefan zometeen nog tegenkomen. En dan moeten we zeggen, there's a madman running around the tracks. Alleen is een beetje touchy. Hè? Zodra je op de 20 zit, dan zit je over de snelheid heen blijkbaar. Ook een ander leuk onderdeel van deze trein is, je hebt de guards. Door kun je gebruiken de guard panel, dus je kunt het luikje open doen. Je kunt de key erin doen. Je kunt ook alleen maar de guards door unlocken. Als het clear is, en dan doe je daarna vervolgens de overige deuren. Moet je niet mee? Waarom ben ik klein? In vergelijking met jou ben ik klein. Dat klopt iets niet. Nee, met jou ook. Nee. Kunnen we in ieder geval ook alle deurtjes dicht doen behalve die van ons? Dan kunnen we onze deurtje ook dicht doen. Dan gaan we bye bye. Even de key out en die en doen we even op slot en dan gaat de kaart kaartjes controleren en wij gaan verder, maar dan moeten wij eerst weer hier naartoe om weer tractie te geven. Maar we gaan nu naar links.
Ja, ik denk Stefan, die Chris Fajet-Fax, of weet ik veel, degene die die handleidingen maakt, zeg maar. Ik krijg het idee, omdat er geen achievement aan hangt, omdat dit een local DLC is, hangt er geen achievements aan vast meer. En zodra er geen achievements meer aan vast zit, dan doet hij het niet. Dat is eigenlijk wel jammer. Maar goed, zoveel stations zijn er niet en volgens mij zijn ze allemaal op een station. Ik moet dat zelf ook nog een keertje doen hoor, dus. Ja, die caution die zal voor het waarschijnlijke volgende station zijn. Prijs-Saint-John. Pick-up shoe. Shanklin. Daar hebben ze ook geïmplementeerd, inderdaad, vonken, zeg maar. Je kunt het wel. Nou, we zijn nog on time. Dus, ik had ook tegenwoordig in Londen kon je nooit bij de deuren zijn, maar tussendoor. Maar je kunt nu hier op de knop drukken. Dan hoor je een soort lok eraf gaan en dan kun je de deur openen. En dan doe je hem weer dicht en dan gaat hij weer op slot. Wij gaan naar Smallbrook Junction, oftewel we gaan mensen naar de stoomtrein brengen. Maar dit is in principe gewoon, dit is geen Heritage Railway of wat dan ook, dit is gewoon onderdeel van het National Network. Dus alleen dat stukje van de stoomtrein natuurlijk niet. Maar dan kom je ook bij Smallbrook Junction. Ook alleen maar als de stoomtrein zeg maar rijdt, dan rijdt de trein ook. Dan stopt hij daar en anders dan slaat hij die station altijd over. Volgens mij rijdt hij om het uur of zo, stopt daar een trein. Dus elk half uur dan doet hij het weer en slaat hij het over. Dus zijn we in Engeland. Dus even wisselbord.
richting Smolder Junction is er om 45 mijl per uur. Maar de andere kant op is het 30. Stop dan ook. Ik vind het helemaal prima. Kijk, daar is een collectible. Maar vanaf hier kun je dus met de stoomtrein. Je kunt ook nergens anders op dit station komen dan met de trein. Houdt iemand van de River Games pak. Oh, ik zal mezelf trouwens weer even terugzetten. Dat is de verkeerde venster. Dat is de goede. Let's go op naar Breeding. Moet ik ergens voor oppassen, Stefan, waar je bent? Of, is de trein die trekt op als de mallen. Rijdt nu leek uit. Nou, ik heb daar geen trein. Ik heb daar letterlijk geen trein. Ik ben de enige trein op traject nu. Whistle. Doet, doet, doet. Veertig mijl per uur. Is in een overspeed, dus. Breeding Station is een klein beetje aangepast van de originele die het was in de originele release. Sinds dat zeg maar Network Rail zeg maar deze route heeft geüpgraded met verhoogde platforms en wat dan ook, is ook in Breeding wat zij noemen de passing loop. Oftewel, platform 2 is weer in gebruik genomen. Daar hebben ze een heel nieuw spoor aangelegd, want die was helemaal weg. Snelt dus ook niet langer 20, maar 15. Bye.
Dus je ziet, we gaan links. Dat is ook wel Mickey Mouse zijn. Gaat of links of rechts. Ja, hier leg je de AWS. Deze lijn. In principe alle... Want we gaan in principe naar het zuiden nu. Alle southbound nemen dit platform. Alle northbound de andere. Maar dus de vorige keer was dit station... Was dit platform hier lag in spoor. Dus... Deurtje dicht. Dat wou je even laten zien, zeg maar. Je kunt hier naar boven via hier naar het andere platform. Maar je kunt ook hier naartoe. Want hier denk je zo van, wat een leegte, wat is die plat in één keer. Als je hier naar boven gaat. Het oude signaal naar binnen. Moet je eens kijken hoeveel levers er gewoon zijn. En als je hier kijkt, dit zijn de twee sporen. Maar hier zat nog een loop, hier zat nog een crossover, hier zat een crossover, hier nog een extra spoor, hier allemaal. Dus dat is er ook helemaal niet meer. River Games Mug. En natuurlijk de Dino. Wat is dat met de rib? Het is altijd wel jammer dat het weggehaald is. Maar goed. Saneringsdrang, hè. Zucht. Wie nou weer? Oké, smijten we deze ook maar weer het raam uit. Zo, opgeruimd staat netjes. Op richting Sandown. Nou Stefan, je kunt in ieder geval een toy in ieder geval vinden in de toren. Dan heb ik mijn toy nummer 6 gevonden. Maar ik moet zeggen, die dino, het is een hele leuke collectible hoor. JD van DTG. Die zei al toen hij de eerste keer dat hij zag en zei in de stream zo van I need that in my life. Je komt hier op deze route, zeg maar hooguit. Als je een AI tegenkomt, dan kom je alleen maar één trein tegen. Meestal op Breding tegenwoordig. Maar je kunt hem ook op Sandown tegenkomen. Je hebt hem ook op Sandown of op Breding. In werkelijkheid zijn er 5 treinstellen waarvan er 4 in dienst zijn.
En volgens mij rijdt ook nog niet alles op de lijn. Ja, het is een enkel spoorlijntje, dus je komt niet veel tegen. Bijvoorbeeld waar je echt iets tegen kan komen, zeg maar. Dat is op Rijt Sint Jons Road. Je kunt hem op Bredinkum tegenkomen en op Zendam. Vijftien gehaald. Ook al was het een beetje stevig remmen, maar we hebben gehaald. Want je hebt, zeg maar, na Zendam waar we nu zitten, is een enkel spoorlijntje naar Shanklin. Na St. John's Road is dit wel dubbelspoor, maar Ride Esplanade stopt hier nooit een trein, zeg maar. Dus die kom je daar niet tegen. Ja, sorry, zo druk. Ik heb helaas nog steeds niet, want die mastery op deze route werkt niet helemaal blijkbaar. Werkt vaak niet op veel routes, maar goed. Dus, maar dan zal je waarschijnlijk hier een van de oude treinen zien staan. Die hier gedumpt is. Je kunt ook wel zien, die hoekjes. Door zijn interlocked en dat betekent dat we kunnen gaan. 10 mijl per uur tot het einde van de perron. Doet. En het leegstation, die komt op een of andere manier altijd heel snel dichtbij. Menig keren ben ik hier richting naar boven geweest en dan denk ik zo, oeh, leegstation zie ik hier. Oh, dan moet ik snel remmen, dan red ik hem niet. Maar gelukkig staat hier geen sein die we niet kunnen passeren, dus wat we dan altijd kunnen doen. Dus altijd terug naar perron om dan uit te staan. Want de volgende sein is letterlijk daar. Dus voorbij het volgende station waar we moeten stoppen. Voorbij de zandbak, zeg maar. Maar dit is leek. Er zit hier ergens een lake, blijkbaar. Dat is de ocean. Maar ik zie ergens nog een lake.
dan gaan we naar ons eindstation, oftewel Shanklin. Pipes, good evening, goedenavond. Indeed, long time no see. Onze DSD natuurlijk, hè. Link is named after the old English lagoon. Zat deze niet in? Referring to the creek that ran along and has artificially widened into what is now the Scottsdale Brook. Which is between the Isle of Wight Airport and the modern Superstone and the spit in the Dusty Park. Thank you, Mr. Wikipedia Kid. De baked Wikipedia. No, it's not the last scenario. I still have at least one German to do. One German. Maybe a small one after that, but possibly next one. Well, automatisch druk ik de DSD in. Yes, that's a win. Welcome to Shanklin. Yes, indeed, this is the new train. They have that. Currently in the game, the 484. They also they lowered the track on this station. Most stations do have an extra platform height level. Ik zou zeggen, dat is wel een grote dino-toy. Locking the doors. Oh, you.